Marga, laten we het over D66 hebben, want daar ben jij geweest. Ja. Was je daar al eerder geweest bij D66? Is dat een partij wat die jou je aan daarmee? Het hart ligt? Volg je het? Ga je wel eens naar partijbijeenkomsten nee, toe? Nee, nooit. Ik ga überhaupt nooit naar partijbijeenkomsten. Trouwens, dit was... Ik moet eerst iets vertellen. Ik vond het geweldig om te doen. Ik vond het een kans, ik vond het een eer. Bovendien, het was ook grappig, het was in Hilversum, waar ik woon. Nou, ik ga altijd naar de markt op de fiets. En daar stond een bus. All you need is LAF-bus. Dat was een D66-bus. Daar waren allemaal fantastische, aardige, keurige, lieve, beleefde, fris uitzien. Nou, er was echt een vrouw ook met een hondje. Ach. En die had ze ook meegenomen. Die stond een blauwbek. En die zei, kijk nou eens, die bus die is zilver. Maar dan schrijven ze weer in de krant dat die bus van grijs is. En wij zijn helemaal niet grijs. Nou ja, oké. Okay. Ik weet niet of het toeval was, die bus die stond vlak naast. Je hebt daar een filmpje van gemaakt, hè? Dus je kunt het vertellen. Maar ja, maar ik wil misschien eerst ja. even iets vertellen. Voordat het is om D66, voordat ik je dat filmpje laat zien. Ja. Ik kwam thuis en ik dacht vanmiddag, ik ga nog al die folders moet ik goed bekijken. Hè, nog, want ik moet mijn huiswerk tenslotte goed doen. Ja, ja, dit is heel zo keurig. Maar ik was ze kwijt. Dus ik dacht, jeetje. Ik bel even naar D66 en dan ga ik ze ergens ophalen. Ik woon tenslotte in Hilversum. Ja. Ik kreeg een alleraardigste meneer aan de telefoon die zei... nee hoor, ik kom ze wel even brengen. Kijk. En daar kwam een gepensioneerde tandarts met van de zeven... Met de auto. Stop, luister. Ja. Een gepensioneerde tandarts van 70. Ja. Door de wind en de regen. Met zijn kleinzoontje van 2,5 Thijs voor op de fiets. Want het Thijs was zijn oppasbaar. En kwam dat brengen. D66, dat zo aardig, maar... zo lief, zo bijzonder. We gaan naar het filmpje kijken, Mark. Dit was Zendtijd Politieke Partij. Wat heeft dan D66 te maken met deze All You Need Is Love? Nou, die gedachte was natuurlijk heel leuk van Robert en Brink. Hè? Want die liet die videoboodschappen zien, hè, in de caravan. En wij draaien het een beetje om. Bij ons kunnen de mensen een videoboodschap opnemen in de caravan. Ik ben Unione. Ik ben 11 jaar en ik vind dat er meer speeltoestellen in mijn wijk moeten komen. Gaat u daarin? Nee hoor. Gaat moet u ik niet in de bus? In de bus? Nee, moet dat? Ja. Ik ga naar binnen. Oh, bent u van tevoren ingeseind? Helemaal soms? Niet. Wat heb je gezegd? Vooral stemmen op de partij die het bibliotheekwerk hoog in het vaandel heeft. En dat is? Dat is D66. Had u wel eens van D66 gehoord? Nee, jawel. Jawel, maar... Maar niet echt? Nee, niet echt. Wat zegt u? Ik ben een rechtse jongen. Oh ja? En wat houdt dat in, dat rechtse? Ik ben voor doodstraf, lijfstraf, werkkampen. En tegenscheren, zo te zien. Nee, dat moet ik toch doen. Oh, jij nou. Ja. Mag ook niet meer. Het redelijke alternatief. Wij zijn redelijk. We gaan niet mee met dat rechtspopulisme, niet met dat linkspopulisme. Gewoon realistisch, ja, nee, geen mening. D66. In het midden, wat zal ze zeggen? Ja, nee, geen mening? Absoluut niet. Ja, je hebt nu net één iemand omschreven. Een 70-jarige tandarts die zijn kind als windscherm gebruikt. Maar hoe ziet de gemiddelde D66-er eruit? Je moet even ophouden, want die bus die had ze voor €1800 bij de decorcentrum koopje. Hij moet nog wel iets aan gedaan worden, maar hartstikke... Okay. Gehuurd? Ja, gehuurd, maar ze willen hem wel kopen. Okay. Ja. Maar goed, die bus die stond dus naast een urinoir... Daarnaast stond Royaal, een stand van de VVD. En die maakte ongelooflijk veel herrie, dat moet ik zeggen. Ik vond ze ook eigenlijk een beetje volkser dan D66. Eigenlijk een beetje zo MKB, middenstand, Dixieland. Maar deze lieve mensen van D66, die bleven maar lief en ongelooflijk aardig. Nou hebben ze hier een heel programma en daar wil ik het wel even over hebben. Betere schoolgebouwen, betaalbare woningen, een sterk innovatief ziekenhuis, meer toezicht voor... En daar komt het. Nou, verkeersknelpunten, creatieve bedrijvigheid, lage woningen. Wie kan daar nu tegen zijn? Nee. Een cultureel rijk Hilversum. Nou, handen af van de natuur. Precies. Ja, natuur. Geen weg dus over de heide. Maar nou komt het. Ik wil één puntje even, dan moet je echt even... Ja. Hier, meer toezicht voor een veilig centrum. Ja. Nou, dat
veilige centrum. Er gebeurt op zaterdagavond bij ons wel echt vervelende dingen daar. Maar, nou komt het. Nou willen ze geen videocamera's. Dus ik zeg ook nog tegen die aardige tandarts vanmiddag, die gepensioneerde tandarts, maar meneer, dan moeten we wel videocamera's hebben. Van die bewakingscamera's? Nee, zegt ze, dat willen we niet. Want dat gaat te ver. Dan de privacy. Ja. Nou, een beetje soft, dus, hè, die partij. Dan denk ik, en dan denk ik, die mensen zijn nooit in die wijk geweest, die lieve, aardige tandarts. En die aardige, gezellige. Die zitten ze op zaterdagavond of in het concert of in het theater. Stop, ik ben hier. Direct is het debat. Die zitten in het theater, die eten met elkaar gezellig. En die drinken een goed glas wijn. Multiculti. Utopia. Even de camera. Hè? Ik ben burgemeester geweest. Weet je hoeveel van hele goede heb ik al gekoekt. Weet je hoeveel van de camera's in Nederlandse gemeenten bekeken worden door de gemeentes? Nou, in allerlei politie-series zie je altijd dat ze daardoor de boeven vallen. Weet je dat er 12% van de camera's in de Nederlandse binnensteden wordt op dat moment ook bekeken? De rest is dus leuk voor achteraf, maar om dus te zorgen dat er op dat moment wat gebeurt aan criminaliteit. Het is een statussymbool in veel gemeenten. Ik heb er liever de wijkagent rondlopen. Ik vind dat mevrouw van Praak eigenlijk wel een punt heeft. Ja, die analyse die... Ja, jullie zijn voor die camera's. Die analyse camera's. Die ze maakt. Dat, ja, maar dan wil ik ook nog iets zeggen over... Wat zijn jullie dan begonnen? Ik stonden die achter de urine maar. Wat maakt u nou op? Want, kijk, jullie weet je... Wij ook bij D66 waren allemaal zo aardig. Ze ronselden niemand die bus in en daar liep de SP, dat kwam echt vanuit hun tenen. Die kwamen er doorheen en zeiden, ja, maar ze komen wel op jouw terrein nu bij die bus. Zij zeiden, ah ja, ach, laat maar. Goed. Dat vond ik, nee, maar nou, over het CDA is niet voor. Het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. Marga, we moeten afronden nu. Heeft u bijvoorbeeld thuis een hekel aan uw buurman? U kunt Marga van Praag boeken. Gewoon boekingen via ons programma.